u bent ballonvader. Ja, dat klopt inderdaad. Waar komt u weg? Dalen komen we vandaan, ja. En met welke ballon vaart u? Wij varen met de fietsolieballon, rood, wit, blauw. Dus als jullie die vanavond zien, dan weten jullie dat, nou ja, dat wij daarin zitten. Hoe lang vaar je al met de ballon? Ik denk nu een jaar of 8 ongeveer. Ik ben in 2014 heb ik mijn brevet gehaald en nou ja, sindsdien aan het varen. Dus ja, dus ja, ongeveer 8 jaar nu. Nou, ik wens je een succesvolle vlucht. Dank u wel. Het gaat helemaal goed komen. Het weer is mooi, dus we gaan een mooie avond van maken. Het is een heus piratenschip voor het eerst zullen we mogen aanschouwen. Een heus piratenschip als eerste. Dat is al aangekondigd, maar die buien zullen zo rond de middag vertrokken zijn richting het Noordoosten, richting Duitsland. En dan belooft het voor morgenavond ook weer geweldig te gaan worden. Dus eigenlijk hebben we alle ingrediënten in ons om er een geweldig evenement van te maken. En dan morgenavond natuurlijk het opstijgen van die Eentje-Ballonnen. En ja, dan hebben we morgenavond ook weer mooie muziek, fantastische muziek. En natuurlijk de sociale spektakelshow. Natuurlijk weet ik heel rustig aan, toch? Oh jee! Dat is de ballon van de top-installatiegroep. En daarbij staat Henk Schok, de heerstok. Ik zal hem dadelijk even aan de praten houden. Even vragen hoe het komt op het einde onderdelen. Waarom hij de ballon gekregen heeft. En we hebben natuurlijk de burgemeester Maarten Kiefka. Hebben hier bij ons staan. En hij heeft vanavond een bijzondere taak te verrichten. Want burgemeester gaat de ballon doen. Ik begrijp het niet, maar ik mag hem dopen. Dus wat een eer om de eerste ballon, begrijp ik, van de topinstallatiegroep van de Hengstok, in ieder geval bij deze stal. Dus ja, dat is wel heel goed. Eerst even evenement dat u hier in Nederland hier aan werkt en in Friesland. Dat is natuurlijk ook een ballonnevenement, een Friese ballonfeest. Daarom is het geweest. Jazeker. Maar ik vind dit, om heel eerlijk te zijn, als ik nou hier om me heen kijk, wat een geweldige entourage en een sfeer. Wat geweldig hoeveel publiek. Dus ja, dit is, om over topinstallatie te praten, een top evenement. Ongetwijfeld gaat het nog mooier worden. We hebben drie avonden lang spektakel hier uit te maken. En vanavond de doop. Mijn bedoeling was eigenlijk eerst wat anderen, maar ja, helaas, ik ga wel. U gaat zelf nou, geniet ervan, dames en heren. Henk Schok gaat vanavond met zijn eigen ballon mee. Ja, dit is de 30e editie, ik kan het niet over ophouden. De 30e editie, en we gaan nog voor een paar jaar door, toch niet? Absoluut, je moet je gewoon lucht in blijven blazen. Dit is natuurlijk een evenement waar zoveel mensen op afkomen. Dat zet toeristisch Harderwijk geweldig op de kaart. Dus ja, dan zijn wij met toppers vanavond hier natuurlijk graag aanwezig. Helemaal geweldig, dames en heren. Henk Schok en de burgemeester Maarten Offenga. Ze gaan vanavond mee met de Hitlerblom. Dus dat wordt een geweldig spektakel. En natuurlijk gaan we kopen. De anderen die zijn er al keurig aan bevestigd. Maar hier zo dadelijk een teken gegeven gaat worden. Wat we Wat is hier bereid? Aha. Dat ik nog even weg moet zelf. Thank you.
En André. Ja, mooi. En dan ga je ja? Hier is onze piloot dan. Hoi. Ja. Ik ken ik ook goed, daar gaan ze al. Ja? 22, gaat u melden. De verwachting is van 22. En dat heeft weer te maken met het feit dat je loskomt van de grond, geen contact meer hebt met de aarde. En dan mag je zomaar opstijgen, geen last van hoogtevrees. We hebben het al even aangekondigd, hè? De eerste grote luchtballon die we vanavond hierop zien stijgen. Dat is niks minder en niks meer dan de Flying Dutchman. Ballon van Edgar Vermeulen, de Flying Dutchman, een piratenschip. Mega gevaarte, vanavond de vader. Hey. Nog... voor iemand nog de eerste keer? Ja. Luchtdom. Dan stuur ik jou een appje of jij de gemeente wilt besturen. Ja, dan moet je zeker in Loopbed. Ja, dat hoor ik meer. Maar... ik heb begrepen, er zit een noodventiel in en dan gaan we in één keer heel rap naar beneden. Ja, dat is goed. Ik heb hem. Ja. Hartstikke fijn, dankjewel.
hebben ze wel heel verstandig gedaan. Ze hebben toegedacht van we maken luchtbollen en die maken we van papier, doek. En die gaan we niet zelf inzetten, daar gaan we een hamer even een schaap in zetten. Wat hebben ze gedaan? Die luchtbollen bleef destijds 8 minuten voorheen. Lukt weer al niet. Het was zijn naam besteld gevestigd. Met zijn naam die Abraham Hofman. De luchtbol. En hopelijk zien we over een aantal jaar ook nog gewoon koeien in de wei lopen. De luchtbolvaders zijn blij met onze boeren. En natuurlijk is het mooi dat we de won van Bergamo hier op zien stijgen. En dan weten we dat Ruud van Herk afkomstig uit Haren. Maar ook bekend van die grote watertoren, het mikpunt, het eindpunt waar piloten, de vliegriers, lerende van alle luchtballonnen hier in Nederland, die in Nederland rijk zijn. De OOBTU, en Babette zojuist opgestegen. Nee, dan zeggen we fout. Lente moeten we natuurlijk zeggen. Babette die hier ligt nog een beetje op het ruggetje, maar Lente is al wel opgestegen. En dat is natuurlijk fantastisch, maar dan zeggen we Lente met niemand minder dan Jelle Buysen. Jelle Buysen, 6 jaar en dag al onze gast. Een jongeling in ons midden in het jaar 2015 heeft Jelle al zijn brevet gehaald. Het applaus Erik Kwant voor de eerste keer hier in ons midden. Hij heeft brevet gehaald in het jaar 2021. Meer dan 70 vaaruren op zijn naam staan. Werkzaam bij een zorgboerderij. Gevaar in Oostenrijk, gevaar in Nederland. En vanavond opgestegen in de ballon van Nolan en Nortel. Maar ook dat hitte luchtballonvaarders eigenlijk elk jaar ook gekeurd moeten gaan worden. Er wordt gekeken hoe het staat met de lichamelijke gesteldheid. En met deze blij zal zijn dat het weer mooi geworden is. Dat we natuurlijk ook blij zijn in onze richting van de overige sponsoren. Peters Houtenhoeven, Grand Café de Herberger, Collier Rademaker, Alva College, Brussel Offering, Slagerij Vuring, Slagerij Hof, Mexicaans restaurant en takeaway Dos Pimentos, het kaasschildertje. Dus top. Nee, maar prima, top. Prima, geniet je nu al? We gaan ervoor. Allee, je ziet er nu zelf niks van, hè? Nee, maar er wordt gefilmd, let op. Pieter Veer, die aan de bakenpad stond 30 jaar geleden. Opgestegen, krijgt natuurlijk een applaus van ons allemaal. Pieter Veer, onze eigen Harderwerkse piloot, opgestegen met de ballon van topinstallatiegroep Brevet gehaald in het jaar 2001 alweer 650 vaaruren gemaakt. Hij van Harderwerk Ballooning zojuist opgestegen in de eterluchtballon van natuurlijk de topinstallatiegroep. En kijk eens wat mooi. In het verleden hebben we de Harderwerkse ballon gehad
Die vaart ook nog steeds nu wat meer boven de Friese wateren. Maar de Hardenbergse kolom had de skyline van Hardenberg. Nou, het lijkt erop dat dit de skyline is van Groningen. Want het lijkt me niet dat dat Hogeveen is. Maar desalniettemin is het wel een hele mooie kleur. Brevet gehaald, meer dan 50 vaaruur op school. 3000 meter. Het is wel verhipte hoor, dames en heren, jongens en meisjes. Maar als je dan in het bandje staat, dan denk je, het is nu wel verhipte pijn wat je hier allemaal onderwijs. Weet je wel, Bob Jong gestegen is. En dat is natuurlijk Martin van den Broek. En ja, hij krijgt natuurlijk een speciale aandacht. Want Martin was er ook echt vanaf het begin bij. Om te zeggen, 2 jaar heeft hij niet meegemaakt. Hij, de oudste heetige boelvader in de spelen, 76 jaar oud. Heeft een schitterende mooie rood-wit-blauwe bol. En Martin van den Broek. Samen met zijn vrouw altijd tegen in het rugvoer van Venko. Daar zijn we blij mee. Deze wedstrijver. Maar de nieuwe standaard van onze boekvaart. Hij krijgt natuurlijk voor ons een applaus. Want we zijn blij met zijn aanwezigheid. Dat ook de meest van mij hier op de zee is. Die grote rugvoer van tegenwoordig. En van die jongen moest ik denken dat dat is natuurlijk goed. En Nieuw Herle, hij is de grootste Duitsers. Dan hebben we nog gedaan met die zal weten we. En als we zo dadelijk, als we goed geteld hebben, in vanaf dat kustwater Rijnland, hij is de stal van de Noordelijke Hondwaarder Centrum van Piet Kooistra, Theo Buitstra, afkomstig uit de Zevenhuizen. Hij in het jaar 2007 als een buffet gaat op de kop af heeft die 750 vaarden op de schaal staan. Zeer ervaren Hondwaarder en zojuist dus opgezegen in de grond van Services Logistiek. De passagiers die dat na een uur varen ongeveer, wat we zeggen, wanneer het hebben over 765 vaarden. Maakt in Europa, de varen in Europa, de varen in Mexico, de varen in Amerika. Vanavond is opgestegen in het rugbom van de Wildkamp. Om wat komen gaat en trekking tot de Superbank. Graag tot ziens, graag tot morgen! Dag!